Apollo Amsterdam tegen Forward Lease Rotterdam. Eindstand 76-72 voor Rotterdam. Naast mij coach Patrick Verderbe. Ja, Patrick, na drie kwart van de wedstrijd nog op voorsprong. Maar aan de laatste 10 minuten, waar gaat het mis? Ja, net waar het elke week een beetje misgaat. We gaan weg van de dingen die we goed doen. En we gaan dan andere dingen doen. En waar dat dan ligt of hoe dat komt, daar heb ik geen antwoord op. We trainen dingen. Op trainen gaat het goed. Je ziet het, in drie kwarten spelen we best wel goed basketbal. We spelen gewoon met Rotterdam mee. Alleen dan verliezen we toch weer, net als vorige week tegen Zwolle, een paar minuten ons kop. En ja, dan ga je eraf. Ja, en hoe kijk je naar de volgende game? Nou ja, weet je, het is nu heel duidelijk. We hebben een hele kleine rotatie. Het gaat niet. We zitten in een spiraal naar beneden. En we moeten gewoon zorgen dat we ons kop boven water houden. En we gaan deze week weer trainen. Volgende week hebben we Groningen. Dus dat is voor ons niet een hele belangrijke wedstrijd. We hopen dat andere teams. Rotterdam speelt geloof ik tegen Ares. Dus we hopen dat Rotterdam in ieder geval gewoon ook wint van Ares. En dan blijven we nog in de race voor de play-off. Ja, want negatieve spiraal zei je al. Ja, ik denk dat we nog niet heel veel wedstrijden meer te gaan hebben tot aan de play-offs. Dus ja, ik denk dat er wel wedstrijden nog gewonnen moeten worden om dat te kunnen bereiken. Ja, nee, sowieso. Als Ares volgende week wint tegen Rotterdam, dan wordt het heel moeilijk. Want dan moet je van Ares met meer dan 18 punten gaan winnen, dan wordt het echt heel moeilijk. Nou, misschien pakken we nog een van die grote teams en weer het uit wordt een hele belangrijke wedstrijd. Maar ja, ook daar, zoals we nu spelen, dan heb je tegen Weert ook geen kans. Nou ja, in elk geval heel veel succes de komende periode. En ja, duimen voor een playoffplek. Dankjewel.